Anne Helmond en ik werk voor de Universiteit van Amsterdam. Daar geef ik zowel les en doe ik onderzoek naar technische sociale relaties op het web. Ik ben hier gevraagd om een workshop te faciliteren die vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Zij kwamen met een vraag die inhield van hoe kunnen we eigenlijk door middel van co-creatie ons bezoek betrekken bij dingen die wij op dit moment doen. En hoe kunnen we van de bibliotheek, in plaats van dat het een klassiek uitleenpunt van boeken is, ook een experience maken. En hoe kunnen we daar het publiek bij betrekken, zeg maar. We hadden een hele leuke groep vanuit verschillende mensen. Er waren vanuit de Universiteit van Amsterdam, van de faculteit Media Studies. Maar ook mensen uit Rotterdam die met branding bezig waren en meer met het maken van websites. Dus we hebben vanuit heel veel invalshoeken hebben we deze vraag van de bibliotheek benaderd. We zijn eigenlijk begonnen met een brainstorm sessie waar we gewoon alle ideeën hebben losgelaten van wat is nou onze ideale bibliotheek, hoe willen we een bibliotheek ervaren of zien. En er is uitgekomen, zijn verschillende dingen uitgekomen. Ten eerste het idee van we willen de bibliotheek is eigenlijk een connectiepunt tussen kennis die in de bibliotheek is en de kennis van de mensen die buiten de bibliotheek zijn. Dus we willen aan de ene kant de bibliotheek connecten met de mensen die er buiten zijn. Dus bestaande communities in de bibliotheek brengen en informatie met elkaar laten uitwisselen. En aan de andere kant zijn we gaan kijken van hoe kan de bibliotheek nou communities die elders zitten, zoals op social media, betrekken bij het begrip van de bibliotheek en misschien ook weer in de bibliotheek halen. Het is eigenlijk heel leuk, want de bibliotheek die bestaat op 7-7-2012, bestaan ze 5 jaar, de OBA bij Centraal Station. En ze willen heel graag enkele van de ideeën die op dit moment door de Hot 100 zijn geuit tijdens deze workshop sessie gaan uitwerken tijdens dat jubileum. Dus ze hebben echt een streefdatum om op dat jubileum enkele van de ideeën die zij op tafel te horen hebben gekregen te gaan uitwerken en te implementeren.